Met bijna 140 vestigingen in Nederland is begin augustus de nieuwe Qualitaria van de broers Bastiaan en Joost Ernst geopend. Met de tweede vestiging op hun naam maken ze nu ook de lekkerste maaltijden voor de buurtbewoners van Nijmegen-Noord. De Qualitaria staat voor kwalitatief goed en vers eten en mag daarom zeker niet ontbreken in het hart van de Waalsprong. De buurtbewoners van Nijmegen-Lent worden goed verwend met de nieuwe Qualitaria die gevestigd zit in het hart van de Waalsprong. De broers Bastiaan en Joost verzorgen daar de lekkerste en kwalitatief goede snacks en andere gerechten voor de bezoekers. Tijdens corona was niet natuurlijk iedereen thuis en we komen allebei uit de horeca. En de cafetaria / Qualitaria was natuurlijk toen de tijd altijd open voor afhaal en voor bezorg. Dus vandaar is het op ons pad gekomen en zijn we eraan begonnen. Het voordeel wel is dat ik voor het grootste deel voor de schermen alles bepaal en draai. En draaiende hou. En Joost veel achter de schermen ook de boel draaiende houdt. En zo hebben we allebei onze eigen taken. En lopen we elkaar er ook vooral niet mee in de weg. De Qualitaria staat bekend om kwalitatief goede gerechten, maar ook om duurzaamheid waar het bedrijf zich graag mee bezighoudt. Zo hebben ze papieren bakjes, bekers en rietjes en hebben ze een groot assortiment aan vegetarische opties. Nou, duurzaamheid is inderdaad wel belangrijk voor de Qualitaria met het scheiden bijvoorbeeld van afval of met de vrije uitloop kippen die de eieren. We hebben dan de kipster eieren, dat soort dingetjes. Daar loopt de Qualitaria wel ook altijd mee. Een soort van te koop en zijn ze altijd wel mee bezig, ja. De Qualitaria onderscheidt zichzelf van een cafetaria doordat ze graag de beste kant van zichzelf laten zien. Van de meest verse producten tot duurzame disposables, tot een leuke sfeervolle plek. Overal is over nagedacht. Nou, ik denk dat je in een Qualitaria meer keuze hebt in verschillende hamburgers, meer verse producten. We werken ook echt met salades, luxe belegde broodjes, luxe hamburgers. Niet een zacht bolletje, maar gewoon echt een mooie hamburgerbol. Het assortiment is heel groot. We hebben bijvoorbeeld al 11 verschillende hamburgers. Dus, en daarnaast zijn ook alle hamburgers nog eens een keer vegetarisch te verkrijgen. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zijn er in principe alleen al 20 tot 22 verschillende hamburgers. Wel vlees of geen vlees. Dus dat is, ja, het assortiment is erg breed. Ga je voor een burger, loaded fries of toch een vers belegbroodje? De Qualitaria is 7 dagen in de week geopend en ze starten binnenkort ook met bezorgen.